Hallo allemaal, vandaag begint de winter. De winter. Ja, ik zit hier in mijn t-shirt, ik heb hier de kachel aanstaan. Maar het wordt wel koud buiten. Afgelopen week was het in ieder geval best koud. Laten we eens een winterlandschap tekenen. Begin van de winter, het winterlandschap. Ik vind dat een goed idee. Tekenen jullie weer mee? Ja, een winterlandschap. Hoe ziet een winterlandschap eruit? Nou, in ieder geval veel sneeuw. Dus laten we dat... We beginnen met een kerstboom. Of tenminste, een dennenboom. Met sneeuw erop. Zo. Het ziet er een beetje zo uit dan. Zo, nou, tussendoor een beetje die takker natuurlijk. Zo. Niet alle takken ligt sneeuw op. Er zijn een aantal takken waar je dan sneeuw op ziet liggen. Zo. Zo. Voetstappen in de sneeuw. Zo. Precies waar dan iemand heeft gestaan, daar is die sneeuw een beetje weggesmolten. Een beetje ingezakt. Zo. Misschien nog een huisje in de sneeuw. Laten we daar weer zo'n blokhut van maken. Zo. Een deurtje. Nou, en dan dat dak. Nou, dit is dan met sneeuw er natuurlijk op. Een schoorsteen. Wat sneeuw van de ijspegels eraan. Zo. De schaduw van die dakrand. Zo. Wat rook wat uit die schoorsteen komt. En het is een windstille sneeuwdag, dus hier ook gaat omhoog, recht omhoog, zo. Nou, hier misschien ook nog een dennenboom met sneeuw op die takken. Dus dit is dus die sneeuw tekenen en dan die takken eronder. Takken er een beetje onder zo. Die boom een beetje vorm geven. Zo. Sneeuwlandschap. Dan hebben we hier ook nog wel wat bomen zo. Maar die zijn... Daar zien we eigenlijk alleen een beetje de sneeuwsilhouetten van. Zo. Zie je, soms zijn het echt maar gewoon een beetje stippellijntje. Om het effect te krijgen van zo'n sparrenbos met sneeuw.
tussendoor mag je daar natuurlijk wel wat, zoals bij deze, ook die takken hier en daar wel zichtbaar. Zo. Nou, we krijgen een heel dennenbos op die manier. Nou, ze hebben al een aardig sneeuwlandschap. Ja, wat kunnen we daar nog aan toevoegen? We kunnen daar natuurlijk nog, nog sneeuw aan toevoegen. Tenminste, en we hebben hier dan al wel sneeuw zo. Maar... we kunnen daar natuurlijk ook nog sneeuwvlokken aan toevoegen. En dan hebben we echt een sneeuwlandschap. De sneeuw die naar beneden valt. Ja, misschien moet ik ook dan even die smallere stift erbij pakken voor wat kleinere sneeuwvlokjes. Zo. Een grote vlok ertussen. Nou, ik denk als dit nou geen sneeuwlandschap is, dan weet ik het ook niet meer. Ik vind het best goed gelukt zo. Ik zou zeggen, ga zelf ook aan de slag met een sneeuwlandschap. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!